allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie zien ben ik ergens anders en ik ben alleen. Ik ga vandaag namelijk op concours met Kira. En ja, dat vind ik echt super leuk. En dat hebben de eigenaren van Kira zelf bedacht. En ik ben er dus al. Alleen, het probleem is, Kira is er zelf nog niet. Ze staan in de file, dus ik doe geen BB meer, maar ik doe nu BHC. Dus dat is ook later, dus ja, anders zou ik nu al moeten inrijden en straks springen. Want ik doe een springwedstrijd, dus ja, veel kijkplezier. Dit is het parcours en het is eigenlijk een heel makkelijk parcours. Maar volgens mij is BHC dat je hoger springt, dus hoger dan dat ik eerst zou springen, dus hoger dan BB, dus B. Maar dat ik dan niet meedoe voor de prijzen. Zoals jullie zien is het ondertussen ook al avond. Het is iets van 5:30 of zo. En stonden dus in de file wij zelf ook. Maar Kira staat dus nog veel langer in de file. Eerza en Kira en vriendin van Eerza. Die gaat ook op wedstrijd. Die zijn aangekomen. Die lopen nu. Kijk eens. Daar. Het is een beetje donker. En die gaan even naar het secretariaat. En dan gaan we even naar het toilet. Dan gaan we weer de ponies opzadelen. Ik heb wel mieren op. Ja. Als ik de maximum opzet, dan moet je het wel mogelijk met. We zijn de wedstrijd nummer 7, Lara Dibby. Nee? Zij bereidt Kira en ze start haar hand. Resultaat voor Lara Dibby, 8 strafpunten voor dit parcours binnen de tijd. Ik ben gereden en ik sta hier met 2 camera's om mijn nek. En Kira, eerst had ik ook al Kira gereden, die nieuwe eigenaar van Kira. En het ging echt heel goed. En zo'n snelle pony is echt niet normaal. En ja, het is nu even lekker aan het uitstappen, dus ja. Het kontje die in de lucht ging. Mooi, hè? Nou jongens, ik zie er niet uit met deze uitgezakte staart, maar er staan echt nog maar heel weinig auto's. En het is ook afgelopen ondertussen en de zus van Eerza heeft ook nog 2 keer gesprongen en dat heeft ze heel goed gedaan. 1 keer foutloos. En ja, we gaan de pony nu even inladen en dan is het feest alweer voorbij. En voor de vele vragen die denk ik wel komen is, ga je dit vaker met Kira doen? Wie weet. En mensen vragen ook of ik bij haar langs kan komen. Dat mag altijd van de oude eigenaar. Ik mag altijd komen wanneer ik wil. Dus dat is echt super aardig. Kira staat al lekker in de trailer. Andere pony ernaast.
wel lange trailer. We gaan even lekker mekken. En we hebben honger, hè Henk? Oh, echt wel, man. Ondertussen is het alweer bijna 11:30. En we hebben heel lekker gegeten. Ik ben ook alweer thuis, zoals jullie zien. En ik ga nu lekker slapen, want morgen moet ik weer om 8:00 op school zijn. Ik vond het echt super leuk vandaag. En ook super gezellig gehad vandaag. En ja, ik vond het echt heel leuk om weer met Kira te springen. Hopelijk vonden jullie deze vlog ook leuk. En als ik vaker nog bijvoorbeeld naar Kira toe ga, zou ik ook kunnen vloggen. Als jullie dat leuk vinden, zet het dan zeker even beneden in de reacties. Vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren. En zet nog ook even in de reacties voor andere video-ideeën wat jullie graag willen zien. En tot de volgende keer. Doei!